Diorama-project is eigenlijk superveel dingetjes in één project. Eigenlijk dat een paar kinderen samenwerken om een klein toneeltje voor te bereiden. Ook het diorama-project zijn vier schijfjes en dan moesten ze aan elkaar geplakt gelijk twee muren en een grond. En dan moet je iets programmeren waardoor de draaischijf draait. We hebben een thema gedaan, dus we hebben een mindmap gemaakt over mannelijk, vrouwelijk en zijdelijk. Jongens en meisjes zijn niet verschillend. Dus niet omdat de jongens betere dingen kunnen of dat meisjes beter kunnen tekenen en zo. Maar niet dat de meisjes dan beter zijn dan jongens of jongens beter zijn dan meisjes. Dus wat in het begin wat wij hebben gedaan is een verhaal verzinnen en dat schrijven op de computer. Onze groep was dan bijvoorbeeld een meisje in de lucht. Een diorama gemaakt met zo'n karton. Dan heeft Jef iets getekend. Dan moesten we dat uitknippen met zo'n speciale mes. En dan hebben we dat in een andere kleur gewerkt. We hebben de meeste popjes met de houten dingetjes gedaan. Ja, kurken. Ja, en zo'n lijmpistool. Dat was wel het leukste. En dan hebben we de tekst opgenomen met de computer. We moesten acteren met onze stem. Behalve een beetje prutsen in het huishouden. Er was op YouTube een filmpje en we moesten naar die filmpje kijken en hetzelfde doen als die daar op het filmpje. Alles te maken om recht op zijn plaats te zetten en te oriënteren waar we waren te staan. Het was wel een beetje moeilijk om het te doen. Tijdens het programmeren hebben wij samen gekeken op het computer en we hebben ook een plek. Moesten wij zo coördinaten tekenen, zodat dat kan draaien. Omdat wij super blij waren. Nadat we klaar waren, hebben we het gefilmd. Mijn taak was buiten te besturen. En dan nog monteren. We vonden het diorama-project echt leuk. We hebben heel wat dingen gedaan. Zie je een beetje samenwerken? Het was niet altijd gemakkelijk. Maar we hebben heel veel geleerd. Je moet nog een maken.